Weet jij waar de vrouwen van het zandpad nu werken? Ja, die zijn naar andere raambuurten verhuisd. Clubs, privéhuizen, illegaal van goud werken ze. Hoe verdien jij nu je geld? Toch met vaste klanten afspreken in hotels. En dat doe je nu zwart? Ja, het zal moeten even. Ik begrijp heel goed dat die dames de pest in hebben. Hun plek waar ze hun brood verdienden, zijn ze kwijt. En ze zijn denk ik nu op zwerf. Diverse plekken. Uit het zicht van hulpverlening en van de overheid. Oh mijn god, nee. Ik krijg allemaal die hartinfarcten hier. Het is alles weg weer. Het is alles weg, godverdorie. Dit was jouw kamer? Ja, dat was mijn kamer. Het zandpad, tot voor kort zag de bekende Utrechtse prostitutiezone er zo uit. Achter de 98 ramen van eigenaar en exploitant Wega werd nog volop gewerkt. Maar toen uit een geheim politierapport naar voren kwam dat er onder deze exploitant vrouwenhandel zou plaatsvinden, besloot burgemeester Wolfsen het zandpad helemaal dicht te doen. Gebrekkig toezicht, slecht beheer, werken mensen die niet van goed levensgedrag zijn, gevaar voor de openbare orde en misschien wel het meest ernstige, betrokkenheid bij mensenhandel. 230 vrouwen verloren abrupt hun baan. Ze werden zonder pardon op straat gezet. Waar zijn ze gebleven? En wat doen ze nu? Nu werk ik nergens. Je werkt nergens? Overal waar ik geprobeerd heb, verdien ik vijf keer minder dan wat ik in Utrecht heb verdiend. En met die wat ik nu kan verdienen, kan ik eigenlijk mijn kosten niet betalen. Ruim een maand na sluiting van het zandpad proberen we weer contact te leggen met de prostituees. Destijds verzamelden we zo'n 60 telefoonnummers. Veel vrouwen blijken zich via internet aan te bieden. Ze werken vanuit huis, hotel of ze zijn elders achter de ramen gaan werken, zoals Paula. Herkenbaar op tv wil ze niet. Nu werk je? Ja, in Amsterdam. Bevalt dat? Nou, netjes huis, alles is goed, maar is toch niet zoals in Zandpad. Wel even veilig? Ja, veilig. Ja, wij hebben wel alarmknop, maar wij hebben geen beveiliging. Ja. In Utrecht voelde je je veiliger? Ja, zeker weten. De vrouwen die we spreken praten zonder uitzondering met weemoed over het zandpad. Daar was het goed geregeld. Er was toezicht en ze voelden er zich veilig. Waar ze nu werken is het minder. In een tijdje in Den Haag gestaan, nou, ik werd daar gewoon echt depressief. Ik zat gewoon echt te huilen af en toe daar. Maar ik ben al 13 jaar gewend om op het zandpad te werken. Wat kwam je in Den Haag tegen? Nou ja, daar heb ik gewoon dingen gezien die ik nooit op het zandpad had gezien. Vertel eens. S'morgens als ik daar kwam aanlopen, dan werden gewoon meisjes bijna in de straat afgezet door grote hummers en dikke BMW's. En ja, dat heb ik op het zandpad nooit gezien. Nee. En de politie stond aan de overkant te kijken. Dus dat zijn pooiers, dat zijn... Ja, maar als ze op het zandpad reden, dan werd daar gelijk door de Wega melding van gegeven, doorgegeven aan de politie. Dat weet je zeker? Ja, daar kwamen ze echt niet. Den Haag, de Geleenstraat en de Doubletstraat. Als we er een kijkje nemen, vallen we meteen in een ruzie tussen een prostituee en een klant. Ik niet neuken zonder condo. Sinds Utrecht gesloten is, is de concurrentie op andere locaties groter. Om toch iets te verdienen blijken sommige vrouwen bereid ver te gaan. Zelfs voor 20 euro kunnen we al veel voor elkaar krijgen. Ik moet op pijpen, lekker. Pijpen liever zonder condo. Oké. Okay. Ja? Van dienst. How much? 20 euro. Zonder condo. Merk ook? Ja. Merk zonder condo. 20 euro. Nou ja, er is gewoon heel weinig toezicht ook. Dus, er is geen alarmknop wat ik gewend ben van het zandpad. Helemaal niks eigenlijk. Ik voelde me daar echt niet op mijn gemak. Ja, ik heb wel eens gevraagd van wat moet ik doen als er iets gebeurt of zo. En zeiden ze, ja, dan moet je gewoon gaan schreeuwen. Ik denk, ja, als er een hand op mijn mond wordt gelegd, dan gaat dat niet meer lukken. We hadden in het zandpad een redelijk transparante situatie waar de vrouwen bereikbaar waren voor hulpverlening, voor de handhavers en voor de gemeente. En nu is de situatie, zijn ze uitgezworven, ze zijn ondergedoken, andere plekken, in clubs, in hotels, op straat, wellicht. Dat is een veel slechtere situatie dan het was. Freek Salm werkte jarenlang in de Amsterdamse Rosse buurt als manager.
Hij kent de prostitutiewereld goed, ook die in Utrecht. Het probleem in Utrecht is dat er dus één grote exploitant is, zowel de Harde Bollenstraat als op het Zandpad. En als die onder vuur komt te liggen van justitie en politie en genoeg materiaal is, wat ik begrijp, voor de overheid, om de vergunning in te trekken, dan heb je een fors probleem. Had het niet anders gekund? Waarom moet dan alles dicht? Als je een grote horecazaak, een hotel, de eigenaar gaat in de fout, dan gaat het hotel dicht. Dan zijn alle werknemers zijn hun baan kwijt. Zo moet je het een beetje vergelijken. Om de mensenhandel aan te pakken, moeten ze die poort aanpakken, tracteren. Niet de meisjes wegjagen, want zo bereik je niks. Je zorgt alleen maar voor chaos. Er is al een aantal nieuwe exploitanten die op het Zandpad aan de slag wil. Waaronder een van de vrouwen zelf. Maar voordat dat geregeld is... Ondertussen zwerven de vrouwen rond. Zoals Federica, die als ZZP'er al 5 jaar werkte op het Zandpad en nu haar baan kwijt is. Het liefst ook 2 dagen geleden bij mij thuis een brief van de belasting. Zo, gemeente gaat niet helpen en belastingendienst gaat door. Met ruim 60 ex-Zandpadvrouwen zochten we de afgelopen weken contact. Werkte jij niet ook eerst op het Zandpad? Ja, je kunt kiezen which hotel je wilt, no problem. En waar kan ik je dan vinden? Gewoon mijn gemeente, mijn thuis. 12 vrouwen werken in clubs of elders achter de ramen. Ook 12 vrouwen ontvangen mannen privé thuis of in hotels, vaak illegaal. 13 prostituees werken niet of zeggen niet te werken. En 24 vrouwen bleken we niet meer te kunnen bereiken. Oh ja, de gemeente Utrecht zou de vrouwen van het Zandpad actief benaderen voor hulp. Toch heeft geen van de vrouwen die wij hebben gesproken iets van de gemeente gehoord. Signalen van mensenhandel zorgden voor de sluiting van het Zandpad. Ze moeten nog bewezen worden en tot nu toe werd nog niemand opgepakt. Meer dan 200 vrouwen, ZZP'ers, die gewoon legaal hun beroep uitoefenden, zijn hun werkplek kwijt. En dan wordt er gezegd, ja, ga maar een uitkering aanvragen. Dan denk ik, ja, hallo, ik wil gewoon werken. Ja, ik heb een beroep en ik kan hem niet uitoefenen op dit moment.